De werknemers van Grasalco NV hebben vandaag een prikactie gevoerd, waarbij zij de straat voor enkele minuten hebben geblokkeerd. Ze voeren actie omdat ze hun salaris over de maand februari nog niet hebben ontvangen. Dit is een sign naar de regering, laat de regering weten dat hij de plan voor de Alassane noemt voor de fauna money. De werknemers hebben de afgelopen 4 maanden steeds hun salaris laat ontvangen. Om de belangen van de werknemers te behartigen, is er een stuurgroep in het leven geroepen. De Bond bij Grasalco is namelijk al jaren in een winterslaap. Jamil Udayrai Singh Pharma, lid van de stuurgroep, zegt dat naast de salarissen er ook nog andere achterstallige gelden uitbetaald moeten worden aan het personeel. Het doel van de prikactie is om duidelijkheid te krijgen van de aandeelhouder, in deze de regering, over hoe deze pijnpunten opgelost zullen worden. Gesprekken met de leiding van het bedrijf leveren niets op, omdat die geen antwoord heeft op de vragen van het personeel. Ja, de regering is gewoon drapje. Amei horamoni. Ik hoef af te zeggen. Nee, ik ga buitenland. Dat is een belangrijk woord voor u. Allee, Rocco. Geduld trak op. Next. De man heeft wat hij goed dat Aylos van Amon heeft komen. Door middel van deze actie willen we aandacht trekken van de regering. Nodig ons uit of kom met ons praten. Leg ons uit wat er gebeurt. Wat gebeurt er met onze gelden? We hebben gelden. Waarom kunnen we niet aan onze gelden komen? Dus? Dat willen we zo'n beetje weten. We hebben ook niet geen SOR-verzekering. Dus dat alles is een gevaar. We rijden elke dag naar Royal Hill, naar het binnenland, zonder een verzekering, een SOR-verzekering. En in principe bij wet mag je helemaal niet zonder een SOR-verzekering achter een stuur van een voertuig zitten of een machine besturen ofzo. Dus we willen nu eindelijk, we zijn het echt wel een beetje zat. We hebben rekeningen, schulden lopen bij de bank, we hebben onze verplichtingen naar ons gezin toe. Dus we willen weten wat gebeurt er. Dus, dit is het begin, we hebben het even 5 minuten gehouden, maar we gaan dus natuurlijk verder voortop gaan borduren en dan wordt het langer en dan gaan we kijken wat voor andere strategieën we gaan toepassen. Maar dit moet ergens stoppen, het moet ophouden nu. De werknemers hebben de vakcentrale C47 benaderd om te werken aan de heractivering van de bond. De bond functioneerde niet meer omdat de activiteiten van Grasalco afnamen. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, gelooft dat alleen via de bond er structureel gewerkt kan worden aan de problemen van de werknemers. Dus juridisch bestaat het er nog. Dus waar wij hier voor waren, is om met de mensen samen na te gaan hoe we het proces van het heractiveren van die vakbond, hoe we dat proces verder moeten bewandelen. En als die vakbond is geheractiveerd, dan gaan we verder met hoe gaan we kijken naar de oplossing van die problemen. En dus op een gegeven moment, de activiteiten zijn in West-Suriname zijn stil komen te liggen. Ja, dus eigenlijk was Grasalco bijna een soort administratief kantoor, omdat die relatie met IAM Gold was de enige activiteit die er was. Dus op die manier is dat bedrijf en toen die vakbond in winterslaap gegaan. Ja. Je hebt op een gegeven moment activiteiten gehad. Deze activiteiten zijn dus een aantal jaar terug opgestart. Ik dacht onder Akim Botto, waardoor je een heropleving hebt gekregen van het bedrijf zelf. Ja, er zijn steenslagactiviteiten die worden ontplooid. Je hebt locaties waarop men goudactiviteiten ontplooit. Dus het bedrijf heeft weer nieuwe medewerkers gehad, andere medewerkers, meer medewerkers. Dus ja, je hebt geen keus. Als je je belangenstructuur wil behartigen,
wil laten behartigen, dan een vakbond op te richten. De vakbond zal officieel geheractiveerd worden wanneer leden zich hebben ingeschreven en er een nieuw bestuur is gekozen. Zodra er een nieuw bestuur is, zal contact gemaakt worden met de directie van het bedrijf. De werknemers van Grasalco hebben eerder een petitie ingediend bij de Nationale Assemblée om aandacht te vragen voor het probleem van de late uitbetalingen van hun salarissen.